Je hebt ongetwijfeld genoten van deze dag in het rood, maar schaal deze dag eens in. Hoe mooi was deze in jouw carrière? Ja, wel een van de mooiste, denk ik. Ja, het was wel genieten. Het is iets minder stressy als normaal, omdat je taak is natuurlijk een beetje anders. Maar ging wel goed. Was heel erg leuk en een hele mooie dag. Heb je de mensen geteld onderweg? Nee, het was echt al lastig. Vooral in die dorpen was het wel echt super druk. En je weet dat Brabant wel in de koers houdt, maar vandaag weer gebleken. Het leeft inderdaad, wat je zegt, ontzettend in Nederland. Hoe kan het dan toch dat het Nederlandse wielrennen aan zich met het organiseren, vooral op een lager niveau, het zo moeilijk heeft? Dat is een zware en moeilijke vraag, denk ik, Joeri. Ik denk dat het erbij komt dat als het goed zoeken is naar vrijwilligers, dat er veel alternatieven zijn. Ik heb wel gezien, zoals gisteren en van de week, hè, ook met Jumbo-Visma, dat wij wel proberen ook de jeugd te inspireren en te motiveren. Ik denk dat het daarmee begint. Ik denk dat wij als ploeg en met deze sponsoren achter ons wel al goed ons best doen om daar een beetje een omgang in te krijgen. Laten we hopen dat dat de goede kant op gaat, dat er meer en meer van dit soort evenementen komen. En in een ronde van Nederland bijvoorbeeld, een vroegere klassieker, die moet toch ook gewoon terug als je dit ziet? Ja, nee, zonder meer. En idem dito natuurlijk voor Olympia's Tour in oude opzet. Maar ja, goed, dat zijn natuurlijk vraagstukken, daar kan ik niet oplossing van vinden. Maar het is natuurlijk van de zotte als je ziet hoe goed het gaat met de Nederlandse wielrennen. Dat het eigenlijk op de lagere segment of in de breedte zeg maar, toch minder goed gaat. Of dat er niks eigenlijk uit komt. Nou ja, laten we hopen dat daar toch langzamerhand een verandering in komt. Goeie vlucht en veel succes met de jacht op rood. Dankjewel. Hey Mike, je hebt gelijk gisteren met...